In Til aan tafel nu de volgende gast en dat is Peter Middema. Peter, van harte welkom. Als ik zeg, zet een kaas voor je raam vannacht, wat zegt u dan? Of jij, als ik dat mag zeggen? Ja, dat mag. Een liedje van Rob de Nijs. Nou, dat klopt. Ga je die zingen? Nee, dat kwam zo bij me op. Toen ik bezig was met waar ik hier vanavond voor ben. Mm-hmm. En waarom ben je hier? Ja, ik weet het wel, maar nu nog de kijkers. Ja, nou, ik ben hier om een oproep te doen aan de kijkers. Omdat wij, ik zal straks iets meer vertellen over wie wij zijn. Mm-hmm. Het belangrijk vinden dat er in deze donkere tijd, waar we toch met elkaar in zitten, in de tijd van corona en waarin we een winter tegemoet gaan, waarin het best moeilijk is voor een heleboel mensen. En nu extra moeilijk. En extra moeilijk, dat er ook weer een lichtpuntje is. Want we hebben het gevoel dat toen de corona begon, in het voorjaar, dat er ook heel veel warmte en positiviteit omheen was. Ja, daar is met alle respect op dit moment niet zo heel veel meer van over. Hè? En dat is ook begrijpelijk, want heb jij denk ook, en ik heb het ook. Het oogt ook zwaar, de toekomst, voorlopig. En dat je nu geen vooruitzicht van een zomer hebt. En ja, hoe lang gaat het duren? Dat houdt heel veel mensen bezig. En daarom is er ook minder positiviteit, denk ik. Je hoort meer negativiteit dan positiviteit. Mensen kunnen jou kennen als voorganger van de kerk in de Schaapmanstraat in Tiel. Ja. 14 jaar daar actief geweest. Ja. Wat doe je nu in de kerk? Ik ben officieel met pensioen. Mm-hmm. Emeritaat heet dat met een duur woord. En ik doe in de kerk dingen als cursussen geven over bijbelverhalen en dergelijke. Maar ik ga dus niet meer voor. Ik ben dus gewoon geen predikant meer in feite. Maar ik ben ook aangesloten bij een clubje mensen die een paar jaar geleden de Cecilia-kapel, misschien ken je die wel. Ja, zeker, bij het gemeentehuis in Tiel. Bij het gemeentehuis en tegenover het Agnietenhof. Ervoor geijverd heeft dat die opengesteld wordt voor het publiek. Mm-hmm. En dat is nu al een aantal jaren aan de gang. Helaas is het op het ogenblik ook even niet mogelijk vanwege corona. Maar daarin vinden wij het belangrijk dat de kerk ook open staat voor mensen die zomaar eens binnen willen lopen. Zoals je op vakantie ook zomaar een kerk binnenloopt en een kaarsje voor iemand aansteekt. En dat die of gelegenheid, of je dan ook bent. Wat voor geloof je dan ook bent, of dat je helemaal niet gelovig bent. Heel veel mensen vinden dat toch fijn om te kunnen doen. Om aan iemand te denken die ziek is, of iemand die overleden is. En dat maken wij elke zaterdagmiddag mogelijk, doordat een groep vrijwilligers dan de kerk openhoudt. En je kunt er ook naar binnen gaan om een moment stil te zijn. Alleen maar te mijmeren of te bidden, wat je wilt. Nu kan dat dus niet door corona. Nu kan dat dus niet. En wat we ook hebben gedaan de afgelopen jaren is dat we rond het feest van Allerzielen, dat is 2 november, mm-hmm, de koopavond daarvoor de kerk openstelden voor mensen om een kaarsje voor iemand aan te steken. Want Allerzielen, dat is een oud kerkelijk gebruik. Dan kun je voor de overledene een kaarsje aansteken, de dierbare die je verloren hebt. En we hebben ontdekt dat op koopavond een heleboel mensen, we zorgen ook wel dat er heel veel lichtjes in de stad zijn, waardoor mensen weten er is iets bijzonders, daar naartoe komen en dan een lichtje voor iemand aansteken. En juist in deze tijd hadden we dat ook heel graag willen doen. Maar alweer, het is corona, dus het kan niet vanwege het besmettingsgevaar. En jullie hebben erover nagedacht om dat op een andere manier dan toch op te pakken? Ja, we hebben erover nagedacht om dat op een andere manier op te pakken. Toen hadden we eerst het idee om een marktkraam neer te zetten midden in de stad op koopavond van 29 oktober. Mm-hmm. De gemeente had al toestemming gegeven om daar een lichtje voor iemand aan te steken, zodat er een heleboel lichtjes zouden branden in het centrum van Tiel. Dus dan kon je langskomen, kaarsje aansteken, neerzetten. Ja, en neerzetten. Alleen dat mocht nou opeens ook weer niet, omdat de koopavonden voorlopig zijn afgelast. Probleem. Nou, toen kwamen we nog met, want we zijn niet voor één gat te vangen. Toen dachten we willen toch iets, dat er toch iets positiefs komt. Dus we willen nu de mensen oproepen, en dat is geloof ik ook al in de coronatijd eerder gebeurd. Zet op een bepaalde avond een kaars voor je raam.
Benadering naar het liedje van Rob de Nijs. Zet een kaars voor je raam vannacht, zong Rob de Nijs. Nou, klopt. Wij willen dat graag dat zoveel mogelijk mensen die hier naar kijken en ook die het in de zakengids hopelijk lezen. En we hebben natuurlijk ook onze kerkelijke bladen daarvan op de hoogte gebracht. Dat zoveel mogelijk in Tiel en omgeving dat gebeurt. En dat willen we dan op 2 avonden of 2 dagen eigenlijk doen. Het mag ook overdag doen. En dat is 1 november en 2 november. 2 november was Allerzielen. Dat is op de zondag. Dat is op maandag. Op maandag. Maar op zondag is het Allerheilige. Oh, Allerheilige. Okay. Want die dagen zijn aan elkaar gekoppeld. Mm-hmm. Op de avond voor Allerheilige heb je Halloween. Ja. Dat is de avond voor Allerheilige, letterlijk betekent dat. En daarna is het Allerheilige. En de Allerheilige dag, dan gedenkt de van oudste katholieke kerk de heiligen. En de heiligen, dat zijn mensen die een bijzondere betekenis hebben voor anderen. Zeg ik het maar even populair. Nou, vandaag hebben we ook heel veel mensen die van bijzondere betekenis zijn, juist in deze tijd voor anderen. Ik denk aan mensen die in de zorg werken, waar we in het voorjaar nog een groot applaus voor organiseerden. Steek nu op Allerheilige, bijvoorbeeld voor hen, die kaars aan, is ons idee. Maar ook voor anderen die jou in deze periode helpen. Ja. Dus dat is de eerste. Mm-hmm. En dan op Allerzielen, dan denk je aan de dierbare overledenen. Dat kan ook iemand zijn door corona overleden is die je kent, vrienden of familie. Maar ook anderen natuurlijk. Steek voor hen ook een kaars aan. Maar Allerzielen, dan denk ik niet alleen aan de dode zielen. Je kunt ook aan de levende zielen denken. Dus dierbaren die je, voor wie je een kaarsje zou willen aansteken. Juist, die je wilt steunen. In deze tijd, die je wilt steunen. Maar steek ook anders eens een kaarsje voor jezelf aan. Om de moed erin te houden, zouden wij zeggen. Zou ik zeggen. Ja. Dus, dat is een hartstikke mooi gebaar. Vind je zelf ook niet dat ze, je gaf het eigenlijk al een beetje aan. Het is allemaal zo negatief en beladen. Ja. Hè? Je merkt gewoon in die maatschappij dat er dingen gewoon waar je tot, nou laten we maar zeggen, voor maart, dat het de normaalste zaak van de wereld was, dat mensen het niet meer zo zien. Ja, dat klopt. Waar gaat dat naartoe? Ja, nou, U bent predikant geweest. Ja. De geschiedenis leert de toekomst. Dat zal ongetwijfeld uit de Bijbel een houvast zijn. Kunt u daar zeg maar met in moderne zinnen iets over zeggen? Nou ja, vanuit mijn geloof zeg ik, hoewel ik dat ook niet altijd zo positief altijd beleef, want ik ben een mens en iedereen verliest wel eens zijn houvast. Mm-hmm. Maar vanuit het geloof zeg ik, dat licht van God gaat altijd met ons mee. Dat vind ik een heel belangrijk iets waar ik me aan probeer vast te houden. En vanuit mijn geloof zeg ik ook, dat licht wat we van de goede woorden van God, liefde en barmhartigheid en naastenliefde, verspreid dat ook met elkaar. Probeer dat vooral te doen in deze tijd. En juist als het moeilijk is. Dus. Middel daarvoor is dus deze actie rondom de kaarsen. Ja. Nog even in kort, op 1 en 2 november. Mensen mogen natuurlijk altijd die kaars laten staan. Natuurlijk. Voor het raam. Dat iedereen het ook mooi kan zien. Wij zouden het heel fijn vinden, juist op deze 2 dagen, om dat te gaan doen. Nou, dat vind ik een hartstikke goeie. Mogen we de aftrap hier doen? Ja. Zullen we dat doen dan? Dan vraag ik aan u om de kaars aan te steken. Dat wil ik heel graag doen. Nou, dat is een fantastisch gebaar en woorden zijn eigenlijk dan ook niet meer nodig. Vind ik ook.